dogma innovatie wordt vaak gekoppeld aan enorme vernieuwende technologieën naar de maan gaan. Het wordt vaak heel ver weggezet. Waarom kan je innovatie niet zien als relevant voor specifieke doelgroepen? Het kan nou best zijn dat een bestaande technologie in een nieuwe context heel vernieuwend is en voor een bedrijf voor heel veel nieuwe omzet kan zorgen. Het goed begrijpen van een consumer insight is het verschil tussen het precies goed doen en het net niet goed doen. Is iets opportun? Past het? Zitten er mensen op te wachten? Het is ook het momentum. Je kan met een fantastische vernieuwing net te vroeg zijn of het kan net passen. Je gaat met mensen praten die in die doelgroep zitten. En die geven je vaak hele andere. Hè? Dus jij dacht dat het A was, maar het is A-accent. Wat we doen is eigenlijk twee dingen. Eén is we hebben zelf de discipline om elke week, meerdere malen per week te zeggen van joh, hey, hoezo, waarom, schrijven we op. En dan één keer in de zoveel tijd nemen we de tijd om dat soort dingen uit te werken en dan een validatieslag ermee in te gaan. Dat is één. Dus het is gewoon onze eigen ideeën of ideeën die in het verleden al bedacht zijn, die uitgewerkt zijn, die in de kluis liggen. Het tweede is, we hebben gewoon een paar keer in de markt goed van het dak staan blazen wat we aan het doen waren. En daar komt een heleboel reacties op. En dan zie je dat er in Nederland echt geen gebrek is aan ideeën, alleen meer van hoe ga je het naar de markt brengen. Heel vaak is het ook na een businessplan dat je iedereen fantastisch, hartstikke leuk. En nu? Beste idee van Nederland? En nu? Dat is het voordeel van een werk in een groep. Marketing Communicatieclub, MRM. We hebben alle disciplines die bedrijven kunnen helpen om hun business op een effectieve manier te bouwen. Er komt een bedrijf uit Zuid-Nederland, heeft een nieuwe koeltechnologie. Die belt ons op. Van joh, kun je me helpen? Geen idee. En vervolgens kom je in een soort toevallig, dat is dan in juli geweest. En in oktober, november kom je in een soort stroomversnelling van toepassingen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn. En in één keer gaat het heel hard lopen. Alles is al 20 keer bedacht. Alleen het moet wel naar de markt.